Goedemorgen allemaal. Gisteren was de Go Social Party en we zijn nou op de wei nog even aan het nagenieten van gisteren. Maar we gaan wel even Nirvana pakken, want het is super mooi weer. En dan gaan we met Nirvana en Valentijn wandelen. Valentijn ook een beetje gedragen. Ja, goed zo. Dadelijk kunnen we grazen. En daar komen mijn ouders. Oh, puppy, wie is dat dan? Is dat Niels? Ja. Mijn ouders zijn er alweer vandoor, maar ik moest net heel veel dingetjes van mijn SD-kaartje afgooien. Heel veel beelden van mijn SD-kaart afgooien, want die was vol. En ik heb geen reserve bij, want die gisteren van de Go Social Party, die was nog redelijk leeg. Maar die heb ik op mijn computer zetten voor al die beelden veilig te zetten. Dus ik had even geen reserve. Maar goed, we gaan de ponies even een beetje wassen hier. Want vooral Nirvana en Heerke, die hebben het heel erg nodig bij de manen. En zij lopen keuringen, dus dan is het wel de bedoeling dat ze er een beetje mooi uitzien. Ook gedurende het jaar, hè Heerke? Ja, ja, het zijn allemaal huidschilfertjes. Die moeten we nou eruit wassen. We gaan met name even de beentjes doen en de manen en de staart. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja? Ik weet nog niet of ze nou opdrogen. De zon schijnt wel lekker. Maar wel op zich. Het is wel warm. Dus het kan. En ze hebben niet meer zo'n super dicht gevacht. Dus Zo, de maantjes. Dit is een Nirvana. Wij denken toch ook de lijfjes van alle twee doen, omdat ze dan ook minder jeuk hebben, hè? Ja. Wat een zand. Oh nee, ben je nat. Oh nee, nat. De dames zijn hier super goed bezig met ponies wassen. Nirvana's lijfje is al bijna klaar. Moeten daar wel even de beentjes een beetje beter doen. En de manen moeten nog een keer gedaan worden. En de staart dan ook nog. Maar Dwayne is even meer shampoo halen. Dus dan kunnen we daar ook mee verder in. Maar het is lekker weer, dus het wordt heel snel droog gelukkig. En Heerke heeft het ook heel zwaar, hè Heerke? Zo, staart flink in de stop. Henin. Oh. En hier, Heerke moet dadelijk ook zijn staartje geweekt hebben. Hé, vriend? Ja. Hier zit lekker in. Die staart wordt wel een jeuk eraf. Goed diep erin, inderdaad, ja. Ja. Het valt nog mee, de staart. Het kan veel erger. Maar ze wordt weer een beetje wit. Dat maar. Ja, die staart is zo dik, je krijgt het amper nat zeg maar aan het midden van de haarwolfje. Nirvana is helemaal nat en klaar qua maantjes. Oh. En hier krijg je nou de beentjes. Echt. We hebben dat lijfje misschien nog geen half uur gegeven. Hè? Hij is nou aan die kant weer helemaal droog. Hè, lekkere kerel. Beentjes nou en de staart nog. Oh jee. Oh nee. De ponyjet. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag, tweede paasdag. En ik had gisteren mijn kaartje vol en nou mijn kaartje leeg, dus nu kan ik weer de hele dag gewoon lekker filmen. Wendy is Nirvana even aan het ophalen, want we gaan met Valentijntje wandelen. Nirvana is gisteren mooi schoon geworden, het ging met name natuurlijk het wassen om, zodat ze niet zoveel zand op zich had, zodat ze minder jeuk had. Ik dacht dat Wendy Nirvana al had, maar nou blijkt dus dat hij gewoon achter haar aan aan het lopen was om haar te pakken te krijgen. Oh meisje, ja soms heeft ze er nog geen zin in. Maar we hadden natuurlijk een deal gesloten met Nirvana. Het was als ze zich braaf liet vangen, dan mag ze gewoon zonder halsertje op de wei staan. En tot nu toe gaat dat super goed. Wat bij Nirvana nou het grootste probleem was waarom ze zich niet liet vangen, is omdat zij het niet fijn vindt als je aan haar oren zit. Dus we zijn er gewoon achter gekomen, oké, als het halster zeg maar boven losmaken en dan zo om het hoofdje heen doen, dan is er niks aan de hand en dan laat ze zich gewoon vangen en dan komt ze gewoon mee. Dus dat was bij Nirvana de issue zeg maar, waarom ze zo moeilijk was. Maar daar komt ze. Kijk nou hoe leuk. Nee, ben je nog een beetje schoon, meisje? Ze heeft wel gerold. Ah, maar het ziet er nog een beetje wit uit. Vooral die staart, die ziet er heel mooi uit. Meisje, ben je mee? De staartjes zitten er ook nog in.
Kom maar, gaan we een beetje wandelen. Ik heb Nirvana net even schoner gemaakt. Voor alle modder van haar af. En dan lekt ze weer mooi. En Valentijn had in de poep gelegen, dus die heb ik ook even gedaan bij zijn nek. Maar die ziet er best wel wit uit. Maar ja, op stal zien de paarden er altijd wel mooier uit. Alleen poepplekjes, hè? Ja. We hebben modder en hij heeft poepplekken. Stukjes grazen. Ja, ze hebben pas de berm hier gemaaid. Dus deze twee zijn natuurlijk een beetje beledigd, want dat is hun taak. Ja. Ah, lekker hè. Er is hier een wandelevenement bezig, dus ze zijn even door de andere poort naar binnen gekomen. Maar kijk hoe lief deze tweetjes zo samen staan. Twee bonte paardjes. Arme Corky wordt een beetje aangevallen door vogeltjes. Die zijn hem iedere keer op zijn billen aan het kaal plukken. Echt zieler. Oh. Dwayne die is Valentijn alvast aan het terugzetten, maar hij is een beetje aan het draken vandaag. Dus ja, hij is niet altijd lieve, brave tikker. De paardjes staan allemaal op hun plek. Wij gaan heel eventjes snel naar de welkoop en dan komt mijn vader dadelijk het hout ophalen voor te kunnen stoken. We zijn weer terug van de welkoop en we hebben even een klein, anti-haarkammetje of onthaarkammetje bij de welkoop gehaald voor Nirvana, want we hebben er wel eentje. Alleen die ligt nou deeltijd bij Valentijn in zijn poefskoffer. Dus het is ook wel handig als we er hier gewoon eentje voor Nirvana hebben. Want deze is in deze periode van het jaar echt heel hard nodig. En omdat ik jarig ben geweest, kreeg ik een potje zonnebloemen van de welkoop. Dus dankjewel welkoop, dat was heel erg lief. Ik weet alleen nog niet waar ik ze neer ga zetten, maar ik vind ze wel heel erg leuk. Walk a bucking through the valley of the shadows. I let them tell me who I was. I've been talking myself up onto the gallows. Every time I try to walk away, I couldn't make it through another day. And the tune seems being up in a field battle. I was trying to make it on my own, my way. You were knocking on the door that I've been looking for. It was right in front. Exact tot hoe laat de timelapse ongeveer gefilmd heeft. Want die doet het volgens mij maar 15 minuten. Ik kan niet langer dan een kwartier een timelapse opnemen op deze camera. Of misschien zelfs 10 minuten. Ik weet niet of daar misschien andere instellingen voor zijn die ik dan nog moet vinden. Maar kijk, de bak ziet er nou echt super strak uit eigenlijk voor een grasbak dan. En ja, ik ben er wel heel blij mee. Valentijn die staat er ook heel happy op zijn nieuwe postzegel. En ja, dat is nou allemaal omgezet. En ik denk dat ik daar ook alles even ga uitmesten en opruimen en dat soort dingen allemaal. En daarna gaan we met de kar en het maaiertje alles uitmesten. Zo, al dat hout gaat mee naar huis. We gaan even een ronde uitmesten doen. En dan zitten de klusjes er ongeveer op voor vandaag. Want ik denk dat het daarna gaat regenen aan de lucht te zien. Het is weer een tijdje verder en we zijn gewoon klaar met wat we vandaag wilden doen qua klussen op de wei. We hebben zeker een halve kar eruit gehaald. En ja, de regen die komen niet met buitjes iedere keer tussendoor. Maar de bovenkant is helemaal uitgemest. En dan de onderkant doen we van de week ergens tussendoor wel een keer. Dwayne is naar Valentijn aan het pakken. En ik zal jullie ook even laten zien wat we nou met Valentijn zijn postzegels hebben gedaan. De postzegels hebben we hier weggehaald. Je ziet hier best nog wel goed, zeg maar, die vier vierkantjes. En die staan nou allemaal daarom. En ja, dan heeft hij weer een lange tijd om er tegenaan te kunnen. En dit heb ik dan, zeg maar, alles wat nog omhoog ging, ook wat zuring en andere hoge polletjes, die heb ik gewoon kapot gemaaid. Valentijn had er straks nog heel eventjes gerold.
En nou is hij gelijk weer vies. Waar ben je ook, stinker? Ja, bedankt. Zo. Even met het lange touw. Oh, en de carrot stick. Yes. Goed bezig ben. Zo. Ga je wandelen? Boe. Kom, die kant. Aan de ene kant heb ik echt het gevoel alsof we niet veel hebben gedaan. Maar aan de andere kant, we hebben wel alles gedaan wat we moesten doen. Ook al zijn het allemaal niet kleine, simpele klusjes tussendoor. En ja, ik krijg altijd van, oh, je hebt geen grote verandering, dus dan heb ik niks gedaan. Maar hele veel kleine beetjes, die doen natuurlijk ook heel natuurlijk wat. Oh, ik ben best wel moe. Ik ben een beetje over mijn woorden aan het struikelen. Maar het is ook best wel, het zijn ook best wel intensieve weken. En dat merk je nou best wel aan mij. Ik moet jullie denk ik ook even bijpraten over mijn afstuderen. Dat gaat namelijk niet heel goed, maar daar wil ik zeg maar in een aparte afstudeervlog, in die tweede zeg maar, weer even bijpraten. Het was natuurlijk de bedoeling dat ik of elke week of elke twee weken een afstudeervlog ging maken. En ik ben er gewoon bijna niet aan toegekomen met alles wat met Valentijn aan de hand is. En dat ga ik in die vlog misschien nog wat meer toelichten. Maar ik ben ook best wel moe en opgebrand. En ween ook wel een beetje. En dat heeft er gewoon mee te maken dat we ondertussen Valentijn aan het revalideren zijn. Better Paradise aan het opknappen zijn. Ik ben aan het afstuderen en Weenie moet gewoon 40 uur werken. Dus het is gewoon heel veel voor ons. We hebben daarom met z'n tweeën ook afgesproken om het wat rustiger aan te doen met het opknappen van de paddock. Want eigenlijk zouden we nou het paasweekend de hele voorkant vernieuwen en dat soort dingen allemaal. Maar we hadden echt zoiets van nee, gaan we niet doen. Eventjes gewoon kleine simpele klusjes. Wel de hele dag gewoon hier, zodat we lekker met de paarden bezig kunnen zijn. Want dat is wel waar we gewoon ontspanning uithalen. Maar dan niet het intensieve klussen wat we eerst deden. Gewoon omdat ik moet opladen, twee moet opladen. Want door de week moet ik gewoon keihard gaan werken aan mijn afstuderen. Anders dan ga ik het echt niet halen. En het is wel de bedoeling dat ik het ga halen, want als ik klaar ben met afstuderen, dan wil ik gewoon gaan werken en geld verdienen voor deze stinkers en zo. Maar ja, daarvoor moet ik nou keihard aan de bak gaan. En het kan ook zijn dat ik daarom echt maar één keer in de week een video kan editen en uploaden. Want het vloggen, dat is geen probleem. Dat gaat gewoon. Maar het editen is ook nog heel veel werk. En dat kan ik nou tussendoor eigenlijk niet meer doen. Dus ik ga nou kijken dat ik dat meer in de avond ga doen. Dus het komt echt maar één keer in de week een vlog voor. En dat is jammer. Maar ik moet even die keuze maken voor mijn afstuderen. Ik hoop of ik neem aan dat jullie dat wel kunnen begrijpen. En dan als ik klaar ben met afstuderen en als ik echt afgestudeerd ben. Dan kan ik gewoon zoveel mogelijk maken als ik wil. Totdat ik zeg maar een baan heb en dan dat moet gaan combineren. Maar ja, sommige dingen moet ik nou even wat minderen. Zodat ik klaar kom met mijn school en mijn studie. Oké, we gaan uittesten of Valentijn zelf zijn stallen loopt. Leuk. Schattig. Nou, doe maar even happy brokkie. Kom terug. Kom. Niet alles op de grond gooien. Kom jongen. Kom even halseltje. Kom. Goed zo, daar kan jij. Kant, kom. Zo. De witty. Goed zitten. Overheen. Overheen. Gek paard. En ligt natuurlijk hier alles op de grond. Ja, tuurlijk. Ja, lekker schuit. Box eten. Hier weer een hooinet en zijn buddy. En zijn andere buddy. Hoi meisje. Sylvia, ik wil niet vervelend doen, maar jij bent al een week over tijd. Waar is de buddy? Jeukies. Zeg maar achter in mijn billen waar ik jeuk heb. Dat was het dan weer voor deze weekendvlog. Laat even een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!